allemaal meedoen aan The Voice Senior en nog helemaal niks mogen zeggen. Ja, het enige wat je kan zeggen, you can leave your head on. Inderdaad, ja. En hij heeft meegedaan, de Emmeloordse Joe Cocker, oftewel Hans Baltus. Hij is hier en hij gaat ook zingen voor ons. En dan wordt natuurlijk de grote vraag of wij draaien, ja of nee. We gaan het zo meteen meemaken. Eerst Lee Towers en I Can See Clearly Now. Die eigenlijk iets vergelijkbaars heeft ook. Hij zat ooit gewoon op de kranen in Rotterdam, in de haven. En in één keer zei iemand, volgens mij kun jij redelijk zingen. Nou ja, de rest is geschiedenis van Lee Towers en I Can See Clearly Now. Hij is beter bekend als de Joe Cocker van De Polder. Hans Baltus is natuurlijk vaker bij ons in de studio's geweest. Vrijdagavond, over 2 dagen dus, is hij te zien in The Voice Senior vanaf 8 uur op RTL 4. 71 jaar en dan zo in de spotlights. Hans Baltus, goedemiddag. 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 Ja, het is een beetje een lastig gesprek dit, want ja. Je doet dus mee aan The Voice Senior. Dat zien we ook in de promo's en daarom mag je hier zitten. Want als je niet in die promo had gezeten, had je hier niet eens mogen zitten. Had ik niet eens mogen zitten, nee. Want je mag eigenlijk helemaal niks zeggen, hè? Ik mag niks zeggen, nee. Nee, daar heb ik voor moeten tekenen. En een contract van... Zoveel stapels. Een boekwerk. Ja. Hoe gaat dat als je daaraan meedoet en op een gegeven moment kom je erin? Komt er dan echt iemand bij jou zeg maar naast jou zitten en zeggen van... Ja? En dan moet je het even... Nou, dan heb je een dag nodig om dat door te lezen. Ja. Maar dan ga ik even heel vlug. En dan zie ik daar staan, mocht ik het doen, dan staat er een boete van €10.000 op. En elke dag dat de uitzending duurt, €2.500 per dag. Maar wat mag je dan niet zeggen nou, eigenlijk? Ik mag wel, toen, ja, let op, toen heb ik gezegd, voordat ik teken, ik zeg, ik ben nog, ik zeg, men weet in De Polder wel dat ik meedoe. Ja. Ja. Want ik zeg, want ik ben wereldberoemd in Emmeloord, EO. Ja. Heeft u voor de EO? Ik zeg, nee, en omstreken. Ja. Ja. Maar hoe gaat het dan? Dan zeggen ze, dit, nou, en dit mag wel nee, en dit, en dit mag niet. Je mag wel zeggen dat je meedoet, maar ik mocht dus niks hiervan op social media helemaal niet. En niet zeggen van, ja, maar Pietje is er wel en Jantje niet. Ja. En Klaasje, die is... En dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Dan heb je ook geen programma natuurlijk. Dat is natuurlijk ter bescherming van het programma, maar ook ja, een beetje ter bescherming ook van jouzelf. Ja, en ook denken we voor mezelf, denk ik, ja. Ja. Hoe is het allemaal begonnen? Want je heet inmiddels de Joe Cocker van De Polder. Ja. Dat is al jaren eigenlijk, zo. Eigenlijk
zeg ik Joe Cocker van de Polder. Ik denk, ja, die naam heb ik gekregen. Van wie? Ik wil ook zeggen, nou, gewoon van algemeen. Van het volk. Van het volk. Maar ik denk dan, ja goed, want ik ben hier ook... jullie zijn bij mij thuis geweest toen Kok overleed in 2014. Mm-hmm. Zo lang is dat weer geleden. Zo lang is dat weer geleden. Maar ik denk dan bij mezelf, ze zeiden toch ook niet in Engeland... of hij, toen hij nog laatst in Amerika woonde, die... dat is de Engelse Hans Balthus. Nee. Ik denk niet dat dat gebeurd is. Ik weet wel zeker dat het niet gebeurt. Ja, het hoort erbij. En ook nou weer, want ik zit nu al, even kijken, 10, 11 jaar bij bluesband Moldy T. Ja, ja. De reclame. Mm-hmm. En dan elke keer nog steeds, hey, we hebben een nummer van Joe Cocker. Ja, maar goed, daar ben je bekend mee geworden. En dat geeft ook niks. Nee. Dat mag ook. Het is ook wel. Die man heeft, wel, dat heeft hem ook geen windeieren gelegd. Ik zie mezelf hier zo'n beetje. Ja, ja. Dat is ooit gemaakt door mijn grote vriend Boudewijn Mooiweer. Daar is hij. Ja, altijd mooi weer als hij en er is. En altijd mooi weer met hem. Ja. Altijd mooi weer. Ik moet trouwens morgen naar hem toe. Oh. Hij had nog weer twee nummers voor me. Dus je moet naar Doosje? Jouren woont hier. Oh, ik dacht, want de clip is opgenomen in Doosje. Ja, dit is opgenomen, ja. Ja. Ik weet het niet. Doosje. Het is een gehuchtje bij Meppel, hè? Meppel, ja, in Overijssel, ja. Ja. Oh. En dan zie je hem ook nog een keer in Hans, Zwartslui. Ja. Even, hoezo die passie voor Joe Cocker? Nou, ja, in 69. Woodstock. With a little help from my friend. Ja, en ik zie die man, ik zie daar een man. Mm-hmm. Heel gek, bewegen die. Volgend jaar niet meer dan. Nee. Nee. Maar wat een stem, joh. Ja. Wat een, gewoon een aparte stem. Ja. Dus... ik werd wat ouder, want ik heb nog in de 70e jaren... werd ik vergeleken met Paul Rodgers. Dat zeg je ook nog wel wat, van Bad Company, The Free. All Right Now. Toen noemden ze me de Paul Rodgers van de Polder. Maar ja, ouder. Mm-hmm. Ja, drink nooit, en je rookt ook niet. Hè, dan werd het wat. Je liet me wel op Joe Cocker, joh. Nou, dat hoor je zelf niet, want als ik mezelf hoor... Ja. Dan denk ik, steek er nog geen op. Dan vinden mensen dat leuk. Want als je jezelf terug hoort, dan denk je... een heleboel mensen, wat heb ik een rare stem of zo. Ja. Maar men vindt het leuk. Ja. En ik ben nu 71 en men vindt het nog leuk. Nou, en zolang het... als ik een clown van mezelf moet worden van... nou joh, Baltus, je moet ophouden. Ja. Dan moet je stoppen. Maar The Voice, heb je jezelf opgegeven? Of ben je benaderd? Nee, het was zo. Nou ja, je weet, met de corona... nou, we hebben een leuke bluesband. Ja. Een hele leuke bluesband. Maar toen kwam de corona. En we zouden dus in oktober nog naar Bluescafé Apeldoorn voor de 5e keer. Maar ja, toen kwam die corona. Ja, zegt Jan. Dan ben ik hem even zijn achternaam kwijt. Goeie collega van je dus. Ja, morgen. Nou, de eigenaar van het Bluescafé. Ja. Ja, maar jullie, ik heb maar 20 man in de zaak. Nee, het was vuurrood. Ja. Vlak daarna kwam onze grote vriend Mark Rutte. Dat algemene lockdown. Ja, oktober, november. Dus helemaal niks. Ik heb nog geen optreden. En ik denk niet alleen nog een heleboel. Die hebben nog geen optreden weer gehad. Nee. Ik zit in februari. Zit ik eventjes zo. En ik had de televisie aan. Oh, u kunt u weer opgeven voor de Voice Senior. En ik tik eventjes zo mijn gegevens in. Op dat moment komt mijn vrouw Anneke thuis van boodschappen. Die zegt, wat doe je toch? Ja, joh, voor de gein, delete ik en weg. Ah, joh, dat moet je doen, joh. Dat is leuk, man. Dat, ik zei, ik ben net als toen met het Flevoland Songfestival. Ja, ja. Heb je die trofee nog? Nee, want ik heb hem niet gewonnen. Had je wel? Nee, dat was dat meisje uit... uiteindelijk, ja. Dat is ook al heel lang geleden, hè? Ja, Zwifterband? Nee, Dronten, weet ik veel. Almere. Almere gewoon, ja. Maar dat maakt het niet uit. Nee. Ik ben helemaal geen wedstrijdman, joh. Nee. Maar goed... ik had toch niks te doen. Ze zegt, moet je doen, joh. En, nou ja, ingevuld. En de andere dag, nooit verwacht. Ik zeg, ja, met Hans. Spreek ik met Hans Balthus? Ja, met Francis van The Voice. Ik zeg, hè? Ja. Dat is zo snel al, hoor. Ja, heel snel. Maar dan zaten ze wel verlegen om kandidaat ook. Dan begint het spektakel. Ja. Ja. Dan moet je wat opsturen. Dan ben je weer een stukje verder. Ja. Dan moet je weer wat opsturen. Ja. Weer wat verder. Dan moest ik thuis voor de computer zingen. Je moet wel wat over hebben om Lieke van Lexmond in het echt te zien, hè? Ja, je moet wat er ging het over hebben. Maar je noemt het eerder waard geweest. Ja, hoe noemde hij? Jawel, zeg het maar. Ah, ja, één keer een kat toch wel. Hoe noemde je Lieke? Nou, mijn vrouw die was een beetje zenuwachtig. Die dacht dat ik haar Lieke zou noemen.
Dat lekker zegt ze nou, ze was helemaal... Maar goed, om nog even niets te verraden, het is een leuk circus. Ja, het is een leuk circus. En dan ga je weer... je gaat elke keer een stapje verder. Mm-hmm. Want wat ik net al zei, werd ik weer benaderd. Moest ik thuis voor de computer zingen. Ook in verband weer met die corona. Ja. Kleindochter, opa, dat kan ik wel. Oh ja, wij hebben gefilmd. Die moeten met school dat ook doen. Mm-hmm. En ik zeg, ik geef mijn kleindochter wel even. Ja, oké. Okay. En dan moet je op die knop. Nou, in één keer. Opname. Zie ik jullie. Klaar. En ik heb daar gezongen. We zullen het meenemen. Weer verder. Ja. 1 april. En daar zit... In de microfoon, Hans. Mijn grote vriend Jan. Ja. En die zei, al moet ik 100, 200 keer rijden. En hij heeft me elke keer heen gereden. Compliment dan nog voor mijn maat Jan. En dan moest je gewoon a cappella voor een pianist zingen. En dat zit ook allemaal mensen. Ja, auditie doen, hè? Ja, auditie. En jij bent door, joh. Ik zei, schiet op, man. Ik ben niet zo van, ik moet dat allemaal zien. Jawel. Je hebt al die vrouwen ingepakt, inderdaad. Je mag dus niet zeggen wat je gaat zingen vrijdag. Je mag niet zeggen of je door bent. Maar we willen wel graag horen hoe je zingt. Want je gaat hier zo meteen een prachtig nummer zingen van Joe Cocker. Laat ik dat maar doen. You Are So Beautiful. Straks. Komt ook een verhaal bij. Hans Baltus, live on stage. Voordat we gaan luisteren naar het mooie nummer van Hans Baltus. Hans, jij wilde nog wat vertellen waarom je You Are So Beautiful gaat zingen. Ja, nou, dit is wel een beetje speciaal. Ik gebruik dit nummer bij bruiloften en bij feestjes. En dan bijvoorbeeld tegen het bruidspaar, pak elkaar eens even lekker beet. En dan kun je dat mooi zingen. Maar ik heb er ook 3 begrafenissen bij gedaan. En dat was wel heel heftig. Kan je dat, bezingen op begrafenis? Dat moet je wel even slikken. Ja. Ja, dan moet je even slikken. De eerste, dat was een... Want ik ben altijd... 40 jaar heb ik bij Mercatus woondiensten gewerkt. Dus ik kwam... ik heb zo'n 60.000, 70.000 mensen bezocht. Mm-hmm. Ja. En toen werd ik benaderd door een klant. En ik zeg, heb je een feestje? Nee, zegt hij, ik ga dood. Ja. Nou, toen had ik even niks te vertellen. En ik heb jou gehoord met You Are So Beautiful. Zou je dat bij mij bij begrafenis willen zingen? Poeh, zwaar is dat. Ja, dat was wel heel heftig. Aan de andere kant ook heel mooi. En ook heel mooi. Ja. En 20 dagen later, nou praat ik over 2011, kon ik het voor mijn eigen moeder doen. Kan je dat? Ja, dat heb ik gewoon, dat heb ik kunnen doen. En ik ben blij dat ik het kan. Mijn moeder zei altijd, maar die kon alleen maar bij die boers praten. Ja. Als ik doorga, dan moet je wel een liedje voor me zingen. Ja, ik zal het maar niet meer horen. En dan is er natuurlijk maar eentje die daarvoor toepasselijk is. Precies. En 2 jaar geleden, toen kon ik het voor mijn zus doen. Dat is ook helaas overleden. Dus het liedje heeft meer lading? Dat is voor vreugde. Ja. Staat voor, maar voor jou persoonlijk ook dus? Voor me persoonlijk, ja. Dan heeft dit en ik denk, ik wou dit toch even kwijt. Goed. Nou, ga naar je plek. Ja. Ga klaarstaan. Nou. Zal ik een kruk erbij pakken die draait? Duidelijk dat dit nummer niet... Dit is geen Dat snap ik. Dat komt nergens in terug. Ik zal een kruk pakken. Wat dat wordt, dat gaan we vrijdag gaan we bekijken. En dan zien we ook hoe het afloopt. We hopen gewoon dat het eraf komt. Ga staan, Hans. Gaan we doen. Ga staan. Goed. Ik pak een kruk erbij. We hebben 2... Wie is de meneer die bij jou is, Hans? Dat is mijn grote vriend Jan. Ja, Jan. Jan Draagstra. Ja. Mijn chauffeur, mijn manager. Ja, koffie ophalen. Ja. Mijn mental coach. Ga maar staan, Hans. Ik weet dat hij Jan heet, dat was het bedoeling. Jan, ga zitten op de kruk. Jan en ik gaan dus op die kruk zitten. Jan en is een beetje bevooroordeeld natuurlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk klopt. Eigenlijk is het niet helemaal eerlijk, hè? Nee. Maar goed, ik ben natuurlijk gewoon hartstikke onbevooroordeeld. Ja. En dan gaan wij allebei op die kruk zitten. Zit ik dan voor de camera trouwens? Ja, dat is natuurlijk ook niet best. Wacht eventjes. Zullen we een beetje naar achteren? Ja, Jan. Nog meer naar achteren? Nee, ga maar zitten hoor, Jan. Ja? Ja hoor. Nee, hij zat goed. Zo. Ja. Mooi. Goed. Zet ik jou ook even uit in verband met het geluid? Ja. Dat is een fijne knop. Die ga ik vaker gebruiken. Goed. Aanstaande vrijdag is die pas te zien op RTL4 in The Voice Senior. Wij wensen hem alle succes en we hopen natuurlijk dat hij ontzettend ver gaat komen. Want dan gaat hij hier ook nog een keertje terugkomen als de winnaar van The Voice Senior 21-22. Zo lang loopt het door. We geven hem nu alvast een enorm groot applaus. Hier is Hans Baltus met You Are So Beautiful.
such joy and happiness. Such joy and happiness. Can you bring like a dream, a guiding light that shines in the night? To me, you are so beautiful. To me, nog gedraaid. Hey. Nou, Hans. Hans Balthus, dames en heren. Dankjewel. Vrijdag dus te zien in The Voice Senior. 8:00, RTL 4. Hans, dankjewel. En kom terug nog eens een keertje. Altijd welkom. Je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Hoe vaak ben je op en neer gereden in Hilversum? Nou, ja, niet zo vaak. Oh, goed, dan weten wij ook genoeg. Dankjewel, Hans Balthus.